Hallo, goedemiddag. Het is met een beetje een heel raar, onrustig gevoel dat ik hier vandaag op 13 maart 2020, een vrijdag dan nog, bij jullie kom in de huiskamer of op de werkvloer. Een raar gevoel omdat het een rare dag was, met een rare start. Het land wordt een stukje lam gelegd door het coronavirus. We voelen ons angstig, we voelen ons een beetje onrustig. En juist vandaag op deze dag moet ik vertellen over twee boeken die ik gelezen heb. Nooit meer naar de dokter. Dat is echt heel, heel bizar in deze tijden. En de lijst. Waarom heb ik die boeken gelezen? Ik heb die boeken gelezen omdat ik volgende week donderdag 19 maart ga ik in gesprek via webinar, gelukkig, met dokter Servaas Benjé. Ik ga met hem in gesprek over hoe je door eigenlijk jouw levensstijl aan te passen een grote impact kan hebben op jouw werkvermogen. Ik ben Hilde de Brouw, ik ben loopbaancoach voor Passion for Work. En ik vertel je dus graag waarover ik in gesprek ga gaan met dokter Servaas Benjé. En vooral ga ik jullie drie tips geven, vrij makkelijke tips, die ik uit deze twee boeken gehaald heb. Eerst en vooral misschien, wie is die dokter Servaas Benjé? Eigenlijk is dat een jongeman, afgestudeerd als huisarts, gestart met een huisartsenpraktijk ook in 2006. En al vrij snel kwam hij tot de constatatie van, dit is het niet. Ik ben de mensen niet echt goed aan het helpen. De mensen zitten in mijn wachtzaal, ze hebben problemen, ze hebben klachten. En eigenlijk wat ik doe is snel naar hen luisteren, snel een voorschrift voor een pilletje schrijven en maken dat ik naar de volgende patiënt kan gaan. Dit voelt niet goed. Ik wil meer doen, ik wil mensen echt helpen. Heeft hij dan een beetje heruitgevonden, hè, wat wij zo vaak zeggen als loopbaancoach? Ben je niet happy in je werk? Vind je dan even heruit? En hij is eigenlijk gestart als ploegarts voor een groot wielerteam Lotto Soudal. Ondertussen zie ik dat ik een paar mensen heb die aan het kijken zijn. Hoi Tanja, je bent er ook bij. Uiteraard ben jij erbij. Jij weet alles van gezonde levensstijl. Als je zaken toe te voegen hebt, laat het zeker weten. Heb je vragen ook voor het webinar dat ik donderdag doe, het interview met dokter Servaas-Benjé, laat het weten. Zet het even in de chat. Maar leuk dat jullie erbij zijn. Dokter Servaas, huisdokter, niet helemaal happy omdat hij vond dat hij de mensen niet voldoende kon helpen. Is dan overgeschakeld en ploegarts geworden van een wielerteam. Kwam dus terecht in die topsportwereld, hè, en ontdekte daar dat hij eigenlijk nog heel veel niet wist. Want helemaal anders dan een gewone patiënt die bij een huisarts komt, die zegt: dokter, genees mij, ik heb een klacht. Zeggen die sporters, die topsporters, van zorg dat ik zo gezond mogelijk ben en blijf, want ik moet presteren. Ik moet presteren, dus je moet me gezond houden. En dat is eigenlijk ook wat wij met z'n allen altijd doen. Wij moeten presteren elke dag opnieuw, hè. Zeker vandaag in onzekere, onrustige tijden is presteren op het werk, hè, op een andere manier. Nu dan weer meer online gaan meeten, verbondenheid met collega's verliezen. Dus dat presteren wordt hoe langer hoe belangrijker. En om goed te kunnen presteren op het werk, of als topsporter, is het dus heel belangrijk dat je voldoende energie bent en dat je fit in het leven stond. En dat was dan ook de roeping die tot bij die dokter Servaas Benjé kwam, van ik wil daarvan een missie maken. Niet alleen topsporters gezond houden, maar eigenlijk alle mensen gezond houden. En heeft een soort van concept bedacht, healthitude, waar je natuurlijk het Engelse woord health, gezondheid, in herkent. En het gaat er eigenlijk over dat je gewoon veel meer bewust gaat omgaan met jouw eigen gezondheid en met de manier waarop je leeft. En
aanpassen van jouw levensstijl. Het lijkt makkelijk, maar eigenlijk weten we allemaal wel wat we daarvoor moeten doen. Hè? Niet roken, niet drinken, gevarieerd eten, opletten met wat je eet, suikers mijden, vetten mijden. Maar welke suikers, welke vetten? Het is allemaal zo complex, zo ingewikkeld ook soms. En het ene dieet spreekt het andere dan ook weer tegen. Je hebt voedingsdriehoeken en bewegingsadviezen. Het is echt complex. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom we het toch met z'n allen niet altijd doen. Waarom we nog niet met z'n allen echte believers zijn van zo'n gezonde levensstijl. Ik weet bijvoorbeeld, Tanja, jij bent een ongelooflijke believer. Jij bent er zo gefocust mee bezig. Je weet er ook ontzettend veel van. En ik weet, een aantal van mijn collega loopbaancoaches weet daar ook ontzettend veel van. Vaak vanuit iets dat ze zelf meegemaakt hebben, zelf problemen gehad hebben, waardoor ze beseffen, ik moet eigenlijk in plaats van curatief mijn klachten te gaan oplossen, moet ik preventief gaan werken. Ik moet gezonder gaan leven. En dan had ik mij fitter voelen. En fitter niet alleen in je lichaam, dat is ook een hele belangrijke, maar ook in je mind, in je geest. Hè. Ik heb gisteren nog het artikel van collega Martin Neertes. Ik zie trouwens, Martin, dat je er ook bij bent. Leuk dat je erbij bent. Hallo. Ik heb jouw artikel gisteren op LinkedIn gegooid. Ik vond het zo'n topartikel. Hoe je eigenlijk door sporten, door bewegen, ook je mind kan beïnvloeden. Jouw brein beïnvloeden. Ik heb dat artikel gelinkt aan mijn eigen situatie, hoe ik zelf eigenlijk een burn-out vermeden heb eind 2018 door eigenlijk fanatiek te gaan wandelen. Echt fanatiek. Een huisarts had mij gezegd, ik ga jou geen pilletje geven. Het gaat niets oplossen. Jij moet gaan wandelen. Ik heb het wel weggelachen, maar het heeft mij ontzettend geholpen. En ik heb heel wat reacties gekregen via privé-messages van mensen die zeggen, ja, dat klopt, het helpt. Beweer zeker niet, voor de duidelijkheid, dat wandelen elke burn-out kan gaan oplossen en elk mentaal probleem kan gaan oplossen. Zeker niet. Maar voor mij heeft het geholpen. Combinatie van sporten, wandelen en bewuster met mijn voeding omgaan. Wat is levensstijl? Dat is alles. Echt alles. Voeding, beweging, slaap, stressbeheer, je mindset. Hè. Alles komt daarbij kijken. Hè. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook het moet zien als, het is geen straf gezonder gaan leven. Nee, ik doe mezelf daarmee eigenlijk een ongelooflijk, ontzettend fijn cadeau. Door gezonder te gaan leven, door mij te gaan herprogrammeren, te gaan rebooten, resetten, Ctrl-Alt-Delete doen, hè, voor de IT'ers die meevolgen. Doe jezelf een ontzettend goed cadeau, want je gaat ontzettend veel meer energie hebben en fit zijn, waardoor je dus dat werkvermogen opbouwt, die energie, om thuis en op het werk gewoon veel energieker in het leven te staan. Ik ga daar dus over in gesprek met Servaas Benjé, donderdag 19 maart, 12 uur en om 20 uur. Ben je nog niet ingeschreven, schrijf je dan nu in. Ik zet die link straks nog even hier bij de berichten, bij de comments op de Facebook Live. Maar gewoon nu de drie dingen, basisdingen, die ik uit deze twee boeken mee heb genomen en die ik aan jullie al wil meegeven. Het allereerste, ik vond het een echte, hele belangrijke. Deze tekening wil ik even doen. Oké, camera volgen, Hilde. Mindful eten. Mindful is een hype. Ik heb dikwijls gezegd, iedereen moet er tegenwoordig mindful zijn. Maar mindful eten, wat bedoelt hij daarmee? Voor mij was het echt een eye-opener. Waarom eten we vaak? Uit gewoonte. Het is 1 uur, het is tijd voor de lunch. Het is 5 uur, misschien moeten we al het aperitief beginnen bereiden. We hebben eigenlijk geen honger, er is geen enkel ding in ons lichaam, geen hersenstoot die naar onze maag of onze darm gaat om te zeggen, nu moet je eten, is een gewoonte, een automatisme. We gaan ook heel vaak eten als we ons niet goed in ons vel voelen. Hè. We gaan eten, en dat is dan het cirkel dat je ziet. Je gaat eten, omdat je niet goed in je vel zit. Hè. Achteraf heb je dan een hele zak chips bijvoorbeeld opgeslorpt. Dan ga je je schuldig voelen of een beetje schaamtegevoel hebben. Komt niet goed, je zit in een vicieuze cirkel. Wat is mindful eten? Dat is echt gaan nadenken. Waarom eet ik? Wat eet ik? Hoe eet ik het? Hoe voel ik mij nu?
En hoe komt dat dat eten gelinkt is aan mijn gevoelens? Hè? Is het eten een gevolg van die gevoelens? Hè? Misschien ook al nadenken over hoe ga ik me voelen nadat ik het gehad gegeten heb? Hè? Een hele zak chips of een groot pak friet of een goede lekkere pizza. Mindful eten. In het moment zijn en nadenken waarom, wat. Wat hierna? Welk effect gaat dit hebben op mijn lichaam? Hoeveel suikers? Er zit trouwens ook een hele goede formule in hoe je suikerklontjes kan tellen in elke, ja, in elk iets dat je kan eten. Hè. Dus mindful eten, tip nummer 1, goed nadenken. Tweede tip die ik uit het boek gehaald had, en lijkt evident, maar ja, het is toch belangrijk. Jij bent de enige die het heft in handen kan nemen. Hè. Jij kan jouw toekomst misschien niet gaan veranderen, maar je kan wel jouw gewoontes gaan aanpakken. Jij kan jouw gewoontes aanpassen. En jij bent de enige die dat roer in handen kan nemen. We zeggen het ook vaak over een loopbaan. Hè. Jij moet aan het stuur, aan het roer van jouw loopbaan staan. Het is hetzelfde met gezonde levensstijl. Jij hebt impact op jouw manier van leven, op jouw gewoontes. En je kan die aanpassen. Het vergt moeite, het vergt tijd van om gewoontes te veranderen. Daar hebben we al een keer een andere Facebook Live over gedaan. Maar weet dat om gewoontes te veranderen, aan te passen, dat er best wel wat tijd en moeite in kruipt. Maar jij bent wel degene die het kan. Hoe dat je dat dan kan, is vooral je afvragen van waarom doe ik dit? Waarom wil ik gezonder leven? Wil ik die energieke, fitte vrouw of man zijn? Of niet? Waarom wil ik die fitte vrouw of man zijn? Wat gaat dat voor effect hebben op mij? Hoe ga ik daardoor energiek door het leven gaan? Op mijn werk, thuis, work balance beter kunnen beheren? Waarom doe ik het? Pak die zaken aan, omdat je weet waarom. En pak dan ook vooral die zaken aan waar jij controle op hebt. Ik heb bijvoorbeeld één klein ding beginnen doen door het lezen van het boek. Suikers aanpakken. In alle eerlijkheid, ik dacht eigenlijk dat ik eigenlijk vrij gezond at, hè, en dat ik daar eigenlijk best wel goed mee bezig was, tot ik dit boek dan las. En dan las ik dus effectief over die formule, hoe bereken je die suikers, hoeveel suikers zitten er ook in alle producten. Kijk naar de ingrediëntenlijst. Eigenlijk nog nooit gedaan, sorry. Klinkt raar voor iemand die 55 is, waarschijnlijk doen jullie dat wel allemaal, maar ik ben nu beginnen echt. Ja, op pakjes kijken wat zit hierin. En hoeveel verschillende namen er zijn voor suikers of suikers toevoegingen. De hele lijst van die namen staan ook, ik geloof in dit boek staan ze. Dus zoek het op. Hoeveel suikers zitten erin? Zit er te veel in? Ik verschoot bijvoorbeeld muesli. Niet te doen hoeveel suikers dat daarin zitten. Tanja, ik denk dat je het alleen maar kan beamen. Jij bent daar heel fel mee bezig. Hè? Daar zitten onwaarschijnlijk veel suikers in. Het is helemaal niet gezond. Er zitten waarschijnlijk wel een paar gezonde ingrediënten in. Er zitten een paar nootjes in. Maar de hoeveelheid noot ook tegenover die suikers is gewoon belachelijk. Hè? Granola, eigenlijk een beetje idemdito. Maak je eigen granola. Super simpel. En dan weet je tenminste wat erin zit. En dan kan je er heel veel noten en nuttige dingen in gaan steken. Dus eerste tip: mindful eten. Hè? Tweede tip: neem het heft in handen. Jij alleen kan het en weet waarom je het doet. Waarom wil ik het doen? En dan mijn allerlaatste tip. Hè? En die heb ik er een beetje ingestoken, omdat ik daar wel veel vragen over gekregen heb bij de posts op LinkedIn. Wees mild voor jezelf. Hè? Net zoals mindful zijn, is ook mild zijn voor jezelf een beetje een hype woord. Maar mild zijn voor jezelf vind ik ook wel belangrijk. Hè? Dit is geen dieetboek. Hè? Dit is een veranderen van je levensstijl. Hè? Heel veel dingen gaan kunnen. Hè? Het gaat in stappen gaan, fasegewijs. Maar wees mild voor jezelf. Ik zie dat Tanja ondertussen geantwoord heeft. Suiker heeft 1000 verschillende namen. Met zo'n, ja, hoe noemt dat zo'n emoticon achter die, ja, waar je bijna van dood valt. Vreselijk suikers. Het is echt horror voor je lichaam. Waarom het ook horror is, dat is misschien ook niet onbelangrijk om te vermelden, staat hier ook allemaal in. Ik zal maar zeggen, al je organen, levers, darm, maag, nieren,
hoe dat die functioneren, waarom ze belangrijk zijn, welk effect suiker, vetten en andere dingen hebben op die organen, dat staat erin. Dus echt een super leerrijk boek. Soms best complex, soms best complex. Soms moet ik ook een paar dingen herlezen, want het is echt ook best wel een beetje wetenschappelijk. Hè. Maar ik ben er doorgeworsteld. Ik heb er echt ontzettend veel uitgehaald. Dus mijn laatste tip, wees mild voor jezelf. Hè. En ik denk dat iedereen dat ook wel kan beamen en herkennen. En Tanja schrijft hier, don't mess up, good for perfect. Ja, dat zeggen wij ook altijd, Tanja. Ook in loopbaancoaching. Goed, beter, best. En goed is goed genoeg. En als het af en toe eens beter kan, toppie. Kan het op een dag eens best, hè? Helemaal toppie. Maar een dag die goed is, is geweldig, is goed genoeg. En eet je eens een dag, heb je eens een chocolade zeg maar nodig, een chocoladedip, hè? Pak hem dan. Hè? Wees dan weer mindful en pak donkere chocolade. Hè? Het is dan iets minder impactvol. Maar wees mild voor jezelf. Hè? Je weet dan, die chocolade zit in mijn lijf. Het kwaad is geschied bij manier van spreken. Het gaat er ook weer uitgaan. Mijn lichaam zal wel de goede dingen eruit halen. De andere dingen door die organen die je goed onderhouden hebt, ook weer afstoten. Dus jammer helaas van die chocolade. Ik heb ervan genoten. Ik had het nodig. En ik ga mild zijn. Ik laat het los. Dat was eigenlijk wat ik voor vandaag wou vertellen. Er is nog zoveel meer. Heel concrete tips van wat mag, wat mag niet. Maar dat laat ik aan de dokter om te vertellen op 19 maart. Dus schrijf je in via de link voor het webinar 19 maart. Donderdag, ik geef het eens om 12 uur en ik geef het om 20 uur. Kan je er niet bij zijn? Aarzel niet om ook hier nog jouw vragen te posten. Ik heb al ontzettend veel vragen binnengekregen, omdat ik het al een paar keer ook op LinkedIn had gepost. Dus ik heb al heel veel vragen gelinkt aan allerlei zaken, zelf aan het coronavirus. Dus aarzel niet om ze hier te zetten. Ik neem ze dan mee en dan kan jij achteraf, als je ingeschreven bent, op je gemak je de replay bekijken. En dan komt jouw vraag meer dan waarschijnlijk ook aan bod. Ik zou zeggen voor vandaag, be safe, hou het healthy. Volg de richtlijnen van onze regering, van de bedrijven waar je werkt. Voor iedereen, aangezien we niet meer echt kunnen huggen, een ongelooflijke, warme, virtuele hug en knuffel. Be safe. Dag.